Hallo allemaal, dit filmpje gaat over het uitrekenen van machten met een positieve exponent. Bij de eerste soort machten gaan we het hebben over machten waarbij de exponent een natuurlijk getal is dat niet 1 of niet 0 is. Bijvoorbeeld 2 tot de derde macht. We hebben geleerd dat dit hetzelfde wil zeggen als 2 maal 2 maal 2. We vermenigvuldigen drie keer het grondtal met zichzelf. Of, als ik 2 maal 2 maal 2 uitreken, vind ik als uitkomst 8. 2 maal 2 is 4, maal 2 is 8. We kunnen dit ook in symbolen noteren. A tot de ende, ik moet a n keer met zichzelf vermenigvuldigen. Ik weet niet hoe groot n is, dus ik noteer a maal a met drie puntjes maal a. En om het wel correct te maken, noteer ik daaronder dat er n factoren zijn. Een volgende voorbeeld, min 5 tot de derde. Min 5 is het grondtal, dus ik ga dat drie keer met zichzelf vermenigvuldigen. Min 5 maal min 5 is 25. 25 maal min 5 is min 125. Als het grondtal positief is, bijvoorbeeld 7 tot de tweede... Dat wil zeggen dat ik dit getal 7 twee keer met zichzelf moet vermenigvuldigen. 7 maal 7 is 49. Tweede voorbeeld, 2 tot de derde. Ik ga het grondtal drie keer met zichzelf vermenigvuldigen. 2 maal 2 is 4, maal 2 is 8. We merken dat de uitkomst telkens positief is. De uitkomst, als ik een positief grondtal heb, kan nooit negatief zijn. Let goed op bij de volgende. Ik heb min 3 tot de tweede. Als ik 3 tot de tweede doe, want de min staat niet mee tussen de haakjes. 3 tot de tweede is 3 maal 3 is 9. En er staat daar nog dat minnetje. Dat minnetje wil zeggen, ik neem het tegengestelde van dit getal, dus wordt de uitkomst uiteindelijk min 9. Volgende voorbeeld, een negatief grondtal. Bijvoorbeeld min 3 tot de tweede. Ik vermenigvuldig min 3 twee keer met zichzelf. Min 3 maal min 3, ik heb een even aantal mintekens, dus dat wordt positief, dat wordt 9. Tweede voorbeeldje, min 3 tot een derde. Ik vermenigvuldig min 3 drie, drie keer met zichzelf. Min 3 maal min 3 is 9, maal min 3 is min 27. Of kortweg, de uitkomst is negatief, want ik had drie mintekens in de bewerking. Dat is een oneven aantal, dus wordt het negatief. Het aantal mintekens kan ik heel eenvoudig zien aan de exponent. Bij een even exponent, bijvoorbeeld 2, 4, 6, 8 enzovoort, is de uitkomst positief. Bij een oneven exponent, bijvoorbeeld 3, 5, 7, zal de uitkomst negatief zijn, want ik heb een oneven aantal mintekens in de vermenigvuldiging. Ook hier opgelet, ik heb hier een voorbeeldje. Het grondtal van deze macht is min 3 tot de tweede, dus dat is even. Min 3 tot de tweede wordt positief 9. Er staat daar nog een minteken helemaal vooraan dat niet mee tot de tweede wordt gedaan, dus dat wordt uiteindelijk negatief. Min 9. Nog een voorbeeld. Min 3 tot de derde. De exponent is oneven. Dus die uitkomst wordt positief. Min 3 maal min 3 maal min 3. Nog een voorbeeldje. Min min 3 tot de derde. Het grondtal is opnieuw min 3. Ik doe dat tot de derde. Dat is een oneven aantal, dus de uitkomst wordt negatief. Min 3 maal min 3 maal min 3 is min 27 daar staat opnieuw een minteken voor de macht, dus dat wil zeggen dat we het tegengestelde moeten nemen. Het tegengestelde van min 27 wordt plus 27. Voorbeelden waarbij de exponent gelijk is aan 1. 8 tot de eerste, ik moet het getal één keer met zichzelf vermenigvuldigen, dus dat wordt gewoon 8. Als ik dat dan in symbolen noteer a tot de eerste is gelijk aan a. Tweede voorbeeld, min 3 tot de eerste. Het grondtal is min 3. Wordt één keer met zichzelf vermenigvuldigd, dus het blijft gewoonweg min 3. Ook hier opletten als ik iets van deze soort krijg. Het grondtal is 5. Ik moet daarvan nog het tegengestelde nemen. Dus dat wordt min 5. Als de exponent gelijk is aan 0 is een speciale situatie. 7 tot de 0 is gelijk aan 1. Dat zal altijd zo zijn. Dus als ik hier de symbolen wil aanvullen, a tot de 0 is gelijk aan 1. Tweede voorbeeld: min 4 tot de 0. Min 4 is het grondtal, maar dat maakt niet uit tot de 0, maakt steeds 1. Opgelet, Min 9 tot de 0. 9 is het grondtal tot de 0 is 1. En de min staat niet mee tussen de haakjes, dus wordt niet mee tot de 0 macht gedaan. Dus ik neem het tegengestelde en dat wordt min 1. Het grondtal is in dit geval een breuk. Als we dit willen uitrekenen, dan zal ik zowel de teller als de noemer tot de tweede macht moeten doen. 3 tot de tweede. Maakt 9, 4 tot de tweede maakt 16, dus ik krijg 9 zestiende en ik kan deze breuk niet verder vereenvoudigen. In symbolen, a op b tot de ende wordt a tot de ende op b tot de ende. Tweede voorbeeld, min 2 vijfde tot de derde. Ik doe zowel teller als noemer tot de derde macht, dus ik krijg min 2 tot de derde op 5 tot de derde. Min 2 tot de derde, het is een oneven exponent, dus de uitkomst wordt negatief. Dat is min 8. 5 tot de derde, ik heb een positief grondtal, dus dat blijft sowieso positief, is 125. Ik controleer weer even. Min 8 op 125 kan ik niet vereenvoudigen, dus dit is de uitkomst van de bewerking. Zo, ik hoop dat het voor jullie duidelijk is. Bedankt om te kijken!